Hoi, ik ben Roy en welkom bij mijn KNZ Klaas. In deze korte serie video's vertel ik jullie iets meer over onze KNZ likstenen en waarom zout en mineralen een belangrijke aanvulling zijn op het rantsoen van jullie dieren. Aflevering 5. In deze video vertel ik je meer over de verschillende soorten likstenen. Elk dier is anders en dat weten we allemaal. Maar hoe kies je nou de juiste liksteen uit voor jouw dier? Dat is een vraag die we vaak horen. Wat heeft mijn dier nodig? Voor veel verschillende situaties zijn er specifieke likstenen. Wanneer jouw dier last heeft van klauwaandoeningen, dan raden wij aan een liksteen te gebruiken met extra biotine. Biotine bevordert gezonde hoeven door de kwaliteit van het horen te verbeteren. Voor het ondersteunen van de vruchtbaarheid raden we een KNZ Fertility aan. Deze heeft verhoogde gehaltes van selenium, jodium en vitamine E. Een liksteen met een hoog gehalte aan koper en zink kan interessant zijn voor grazend vee. Dit is voor hen een hele mooie aanvulling. Voor jonge opgroeiende dieren is er een speciale liksteen vol met vitamine D3. Dit zorgt voor sterkere botten en helpt daarmee het groeipotentieel te bereiken. KNZ Junior is speciaal voor jongvee en kan 6 tot 8 weken tot aan 2 jaar na het kalveren gegeven worden. Maar hoe zit het dan met alle verschillende dieren? En krijgen ze allemaal dezelfde liksteen? Dat is ook een vraag die we vaak horen. En het antwoord is nee. Niet alle dieren krijgen dezelfde likstenen. Andere diersoorten hebben andere behoeftes. En daarom zijn er ook verschillende soorten likstenen ontwikkeld. Voor paarden, voor schapen en ook voor wild. Voor paarden bijvoorbeeld hebben we een ander formaat liksteen gemaakt, die van 2 kilogram. Dat hebben we gedaan omdat deze steen meestal maar door 1 paard gebruikt wordt. Kortom, voor ieder dier en voor iedere specifieke situatie is er een specifieke steen. Dit was het voor deze les, maar misschien heb je nog vragen over onze KNZ likstenen. Laat dan een berichtje achter op deze video of schrijf ons een e-mailtje. En wie weet kan ik in de volgende KNZ-klas jullie vragen beantwoorden.